Have you ever played in a church before? Yes. Where? In Cologne, on my birthday, 2003. It was a very interesting experience. It's kind of a... I like the open spaces, the sounds that kind of echo off into the rafters. It works well, especially when we do something like this, stripped down, where it's just two or three members. Tonight, it's just two of us. I mean, as a two-piece, within our own dynamics, we can do a lot. We can kind of mix it up, make it loud, make it soft. I can play something that John's never heard, and then he'll wait at least maybe two bars, and then he'll come in. Or maybe he'll just kind of play through what I'm doing. Okay. You'll see him when we're playing tonight, you'll see him do a bunch of different stuff that he probably wouldn't normally do. Same with me, when we're the whole band. Yeah. So these opportunities are really fun for us. Wat heb jij met Calexico? Kun je dat uitleggen? Ah, ik ken ze vanaf de Black Lights. Dat maakte een enorme indruk toen op mij. En vanaf die tijd ben ik ze gaan volgen. En de meeste heb ik sinds die tijd wel aangeschaft. En het blijft gewoon erg lekker. Kun je uitleggen wat je zo bijzonder vindt aan Calexico? Nou, ik denk die combinatie van die Tijuana aan de ene kant, dat Mexicaanse. Die heldere stem van Joydan en ja, eigenlijk de combinatie van rust en eenvoud en die heerlijke melodielijnen. Geweldig om zo de eerste nummers een keer te horen. Ik had hem gisteren gehaald. Dus ja, dan vanmorgen voor het eerst nog eventjes gedraaid op de cd-speler. En nu het live, ja, geweldig. En dan, why did you call it Character Dust? John, our drummer, he suggested the title after being a big fan of the works of John Fante. And there's a book that John Fante wrote called Ask the Dust. And so it kind of pays homage to that book and that writer and the themes of that are found in that book, that kind of deal with, asking those important questions every now and then about ourselves and our lives and what is going to happen eventually to ourselves. Mooiste album? Poeh. Ja, ik vind de Black Light nog steeds wel erg mooi. Ik weet niet of dat de mooiste is. Ik heb hier even het demootje van die nieuwe. En die vond ik ook erg mooi. Rustig, het kabbelt weer heerlijk voor, maar ja, ik hou daarvan. Dus ik bedoel, wat mij betreft weer een schot in de roos.